We hebben net de battle gezien van Shandy tegen Giant. Hoe vond je het gaan? Eerste ronde, ja, ging wel goed, man. Nee, toch? Ik heb een paar lines gedropt, maar nee, toch? Ja, ik weet niet, man. De crowd snapt het misschien niet. Misschien was het te moeilijk geschreven, nee, toch? Maar ja, eerste ronde ging goed. Tweede ronde wat minder. Ja, ik weet niet wat het was, maar tweede ronde, man. Maar ik moet wel hè, eerlijk zeggen dat het wel, zeg maar, het is wel vaak bij jou dat het publiek, zeg maar, een soort van stil is of zo. Ja, ik weet niet, man. Misschien doe ik gewoon te moeilijk, schrijf ik gewoon te moeilijk of zo. Maar moest je dat dan niet, zeg maar, na de eerste of tweede keer, moest je denken van, laat me iets aanpassen aan mijn... Klopt, maar ik heb nu ook, voor mijn andere battles had ik meer jokes, snap je? Dus dan is ook, moet je ook anders schrijven en zo, maar hier heb ik echt wat meer bars tussen gezet. Dus ja, maar misschien waren die gewoon te moeilijk, man. Een derde ronde. Gaat het nog lukken voor Shandy in Punch-Out Battles, denk je? Ga je nog... Weet je wat het is? Je hebt veel L's, man. Je weet toch? Ja, maar weet je wat het is? Ik denk niet echt aan battlen, man. Ik ben meer met muziek bezig, man. Battlen is gewoon een zijkant wat ik gewoon erbij doe, snap je? Maar weet je toch, ik ben nu echt gefocust op muziek, snap je? Of ik nog ga battlen, weet ik nog niet, man. Ik ben echt in die muziekdingen, man. Je bent nu op die keerpunt van... Ja, het is voor mij battlen, dat is één keer, twee keer leuk, snap je? Maar je kan niet de hele tijd doorgaan, man. Ik denk het is nu wel tijd voor mij om gewoon muziek te maken, man. Ja, man. Shandy, check binnenkort zijn nieuwe tracks. Ja, toch? Thanks, man. Ja, toch? Love, man. Wat zeggen, man. Weet je toch, mijn EP komt binnenkort uit, weet je toch? En die is gewoon vuur, man. Dus let gewoon op dat, man. Hoe heet die? Ik kan nog niet, maar Shandy Tijd, man, is de EP-naam, man. Shandy Tijd. Je hoort het hier voor het eerst, man. Bam.